Het lijkt wel niemandsland, hier bij de Karel-Coenraad-polder. Toch staan er nu vier van deze trekkershutten. En die zijn vooral bedoeld voor wandelaars en fietsers. Het is een initiatief van Kikoverdiek. Het is een project om de hele Groningen-Waddenkust wat meer te ontsluiten voor fietsers, wandelaars, etc. Dus er loopt een fietspad langs de hele kust en op een aantal plekken zijn voorzieningen, waaronder de trekkershutten. Burgemeester Pieter Smit van Oldamt mocht samen met zijn vrouw als eerste een nachtje doorbrengen in een van de nieuwe hutten. We vonden het een genot om hier als eerste te mogen zijn. Als je dan wakker wordt met de geluiden van de, van de vogels, de zon die, die komt langzaam op, het is echt een prachtige plek. Je ziet het niet direct, maar de Karel Koenraad polder heeft een bewogen geschiedenis. Dus ooit lag hier land met dorpen, allemaal verdronken, toen kwam de zee. Dus precies op de rand liggen de trekkershutten. In de Tweede Wereldoorlog hadden de Duitsers hier afweergeschut staan. En na de oorlog woonden er Molukkers. Het Ammonese bosje herinnert daar nog aan. Je denkt je staat aan het einde van de wereld, maar hier op zo'n plek is ontzettend veel gebeurd de afgelopen eeuwen eigenlijk.